Nou, dit soort dingen zijn we op zoek naar. Maar dan veel. Dirk van der Kooi transforms used refrigerators into design furniture. For his endless flow chair, he won a Dutch Design Award and the prestigious DMY Award in Berlin in 2011. As a machine hacker, he managed to turn a 30-year-old technique into a completely new way of fabricating plastic furniture without the use of any molds. A technique that is perfectly suited for recycled plastics. Ik vind het zelf heel lekker, het gevoel hebben dat je gerecycled materiaal gebruikt. Ik slaap er iets lekkerder van. Ik vind het minder leuk als ik een zak met nieuw materiaal moet opentrekken. En je staat versteld hoeveel koelkasten zeg maar, weggegooid worden. Dat is echt bizar. Dit lijkt bijna natuurlijk materiaal te zijn, hè? Het is geen kunststof meer of zo. Omdat het gewoon zoveel verschillende kleurtjes, verschillende groottes. Het is zoveel mooier dan nieuw kunststof eigenlijk. Dat je het zo ziet, hè? Dit is de worstenmaker, zo noemen we het. En daar gaat dus de korreltjes in. En die smelt het op tot een hele mooie constante sliert. En de robot schrijft hem dan heen en weer uit tot een stoel. Ik vond die structuur heel erg mooi. Ik vond de wijze waarop het opbouwt vind ik heel mooi. En dat je kan zien hoe het ontstaan is en dat het gewoon stevig is. En zo is deze bijvoorbeeld nog veel dikker. Kijk, dit is echt een enorme dikke worstenstoel. En je ziet heel duidelijk hoe die opgebouwd is. Dat is 3D-printen, het normale proces zoals dat nu bestaat. Dan ben je 7 dagen voor een stoel bezig. Terwijl dit veel makkelijker gaat en sneller gaat. En dat is eigenlijk zo'n belachelijk simpel idee. Ik denk dat dat mensen kunnen waarderen. Ja, waarom is er niet iemand eerder ermee gekomen? Dat idee bijna, ja. En dat zoek ik eigenlijk de hele tijd. Dat soort dingen. Hij schreeuwt om materiaal. Die robot, ja, dat is een standaard onderdeel. Die heb ik eerst 1,5 jaar geleend om het een beetje mee te experimenteren. En daarna heb ik hem kunnen kopen. En dit deel... Ja, die hebben we helemaal zelf gemaakt, die bestond er niet. Dat vind ik eigenlijk nog wel het leukste. Dus soms zie ik mezelf ook wel meer als een machine maker dan als een meubel maken. Ik maak eigenlijk de machines om de meubels mee te maken. En dit is dan zo heb ik ook bijvoorbeeld deze oven gemaakt. Dat is eigenlijk een pizza oven een broodjes oven van de Albert Heijn geweest. 4 lagen hoog. Die heb ik achter elkaar gezet, zodat ik een tafelblad kan bakken van gerecycled kunststof. Maar kijk, hier gaat het dus. Ik heb eerst die hele machine gebouwd en daarna komt het product eruit. Daarna ga je pas ontwerpen. Dit is de ene laatste product met Endless. Je hebt die techniek ontwikkeld en die doet dan vormen maken op een efficiënte manier. En nu krijgt hij een functie en dat is eigenlijk het lichtbreken. Dat is een extra functie. Dus hij creëert heel mooi diffuus licht en daarnaast had ik ook het idee van ja, ik heb koud licht en ik heb warm licht, maar ik wil het eigenlijk allebei. En daar had ik eigenlijk een heel simpel systeem voor bedacht. Van der Kooi works on many different concepts at the same time, not knowing if or when they will result in an actual product. He tries to come up with innovative functions that consequently dictate new forms. Dit is het modelletje. Het is eigenlijk een vlakverdeling om het geluid diffuus te maken.
En dat is een computerprogramma die dat berekent. Random dus, zeg maar, in volume omhoog en omlaag. Waardoor het geluid perfect diffuus wordt. Dat is natuurlijk super mooi. Dat wil je eigenlijk gewoon in elk huis hebben. Want heel veel huizen kampen met zo'n probleem dat het geluid eigenlijk niet heel mooi is. Dus we zoeken er eigenlijk nog een functie bij. En dat is in dit geval zoeken we een kast, maar dat kan ook iets anders zijn. Dus misschien zoek ik altijd eerst naar een nieuwe functie van iets. En daar baseer ik de vorm op. Ik doe overal een beetje van. Dus ontwerpen mag ook machines maken zijn. Het kan ook technische tekeningen zijn, dat vind ik ook heel leuk. Dus dat is eigenlijk, als ik het heel leuk vind en heel enthousiast vind, dan gaan we het maken. Ja. Hey Lin, hè? Veel. Het is wel een hele bak vol. Het is nu dat ik heel erg eager ben om dat transparante materiaal zeg maar, van de band af te halen. Dat wil ik eigenlijk nu doen. Hier willen we lampen van maken. Die lamp wordt ook met de robot gemaakt. Alleen daar moeten we nu nieuw materiaal gebruiken. En dat vind ik een beetje zonde. Mooie kleur. Hier. Dit is weer een verrijking aan het palet van kleuren. Nice. Ik vond die ook wel cool trouwens. Het ritje, ja. Dit is het project van de driehoekjes. Dat is eigenlijk een beetje een utopie. Maar je kan in principe alles opbouwen uit de één dezelfde driehoek. Dat is natuurlijk een mega vet systeem eigenlijk. Dat je gewoon alles kan bouwen, maar ook weer uit elkaar kan trekken als je het niet leuk vindt. We zijn nu aan het onderzoeken bijvoorbeeld bij lampen of het echt kan werken. Ja, dus dat het zo makkelijk is dat je het zo klik-klak in elkaar zet. Dat iedereen het wil en kan doen. Dus dan hoef je ook niet meer te recyclen. Want als je zegt, nou, ik vind een ander ontwerp mooier, dan haalt het elkaar buiten in elkaar. Een beetje Lego. Dit zou in principe al een lampje kunnen zijn. Ja, er is nog een hoop uit te zoeken. Ja. Ik ben niet echt een vormgever, maar meer een uitvinder, een groot woord misschien. Maar dat is wel iets wat ik wil zijn eigenlijk, uitvinden, ja.